gelukkig 2007. Yay! Als wij hiervan dromen. Hoi allemaal en welkom in 2017. Het is alweer 4 januari, ik weet het. Maar ik wil jullie toch allemaal nog steeds even een super goed nieuwjaar wensen. De beste wensen voor alles en iedereen. En we gaan er dit jaar weer helemaal voor. Ik ga namelijk maar liefst 3 video's plaatsen. Per week, elke woensdag, vrijdag en zondag komt er een video van mij. En daarin ga ik jullie dingen vertellen die jullie motiveren gaat. Maar ik ga jullie ook meenemen in allerlei bezoekjes op sportieve dingen, voedingsdingen. En natuurlijk ook workouts plaatsen. Dus allemaal hartstikke leuk. En ik hoop gewoon dat we met z'n allen lekker fit kunnen gaan zijn in 2017. Toen ik gisteren in de sportschool was, was het al echt super druk. Dus er zijn al hartstikke veel mensen volgens mij hartstikke druk mee. En nu is het natuurlijk volhouden geblazen. Want goede voornemens, die worden heel erg vaak, maar heel tijdelijk gedaan. En dat vind ik wel jammer. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat deze goede voornemens blijven? Dat je dit kan doorzetten. Dat je dit gevoel van dit jaar ga ik er lekker voor, dat je dat kan volhouden. Nou, tijd is natuurlijk maar heel relatief. Ik bedoel, je kan elke dag ergens mee beginnen. Je kan elke dag een knop omzetten en je kan elke dag ervoor gaan. Wat ik wel denk is dat mede door de kerst mensen het eigenlijk stiekem een beetje uitstellen. Ze denken van, oh, dan kan ik lekker nog genieten van de kerst. En dan stellen ze het een beetje uit en dan 1 januari is het gewoon oké, klaar, bam, we gaan er nu voor. Maar goed, maakt niet uit. De voorgaan is sowieso altijd goed. Dus of dat nou op 1 januari is, op 3, 4, 5, 6, 7 of ergens in februari of misschien wel op een heel ander tijdstip, dat vind ik zelf niet zo heel erg belangrijk. Dus op het moment dat jij naar deze video kijkt, kan ik jou misschien ook nog overhalen om lekker te gaan meedoen. Jullie weten misschien wel dat ik een 8 weken plan heb, het Oh My Fitness boek. Dit boek kun je 8 weken lang een schema volgen. Met op het einde nog een uitleg voor de laatste 4 weken. Dus eigenlijk is het een soort van 12 weken plan. En met dit 12 weken plan kun je gewoon helemaal de fitte, sterke, zelfverzekerde versie van jezelf worden. En misschien kan dit wel jou een extra steuntje in de rug geven om jouw doel te bereiken. Want eigenlijk is het belangrijker, een goed voornemen is een goed voornemen. Maar eigenlijk is het belangrijker om gewoon hele goede doelen te stellen voor jezelf. Schrijf bijvoorbeeld eens een keertje een rijtje op met dingen die jij nou echt belangrijk vindt om te gaan behalen in dit jaar. Wat is jouw jaardoel van 2017? En wat vind jij het belangrijkste om te behalen? Want vind jij wel je fitte versie van jezelf het belangrijkste? Misschien vind jij het veel belangrijker om bijvoorbeeld die ene reis te kunnen maken. Of misschien wil je wel... Het zijn natuurlijk zo onwijs veel dingen. Het kan ook iets te maken hebben met je werk, je carrière, je hobby. Misschien wil je wel weer iets anders gaan oppakken wat je heel lang niet hebt gedaan. Uit je comfortzone stappen. Dat kan je namelijk onwijs veel energie en een goed gevoel geven. Dus dat heeft allemaal te maken met wat jij het belangrijkst vindt voor jouw leven. Maar het kan geen kwaad om dit eens lekker op een rijtje te zetten. Geeft je misschien ook wat rust in je hoofd. Bij mij werkt dit in ieder geval echt super. En het maakt bij mij niet zo heel erg veel uit of ik dit nou op 1 januari doe of op 5 januari. Het is in ieder geval gewoon hartstikke fijn om dingen een beetje in kaart te brengen. En dat werkt bij mij gewoon beter om er dan ook echt aan te houden of naartoe te werken. Hoe je het precies moet zien. In ieder geval in 2016 heb ik voor mezelf al mijn doelen bereikt die ik had willen bereiken. Ik heb ze dan ook niet te hoog ingezet, maar ook niet te laag. Ik heb mezelf wel flink achterna gezeten af en toe en dat heeft echt geholpen. Ik ben uit mijn comfortzone gestapt door te beginnen met dit YouTube kanaal. En ik ben gekomen waar ik wilde zijn aan het einde van het jaar. Met hoe ik mezelf presenteer op de video's. Dat het allemaal steeds een stapje verder gaat. Kwaliteit misschien, hoop ik, steeds iets beter gaat worden. Het blijft natuurlijk altijd nog een beetje aanklooien. Maar ik ben dan natuurlijk ook pas een jaartje bezig. Maar voor hoe lang ik bezig ben, heb ik in ieder geval dit zakelijke doel. Nou ja, zakelijk. Het is natuurlijk gewoon een uitgehandgelopen hobby. Maar ik hoop gewoon wel dat het uiteindelijk mijn werk kan worden. Dus vandaar dat ik het zakelijk noem. En ja, ook als ik bijvoorbeeld kijk naar social media. Ik heb eindelijk, met OhMyFitness.nl account op Instagram
10.000 volgers. Daar ben ik super blij mee. Eigenlijk moet ik echt een video maken. Maar het is voor mij echt meer dat het echt voor mijn werk handig is. Want als ik natuurlijk uiteindelijk toch echt verder wil hiermee, dan heb je dat gewoon nodig. Dan moet je natuurlijk tegenover de klanten je volgers kunnen laten zien. En daar kan je uiteindelijk daar misschien toch wel professioneel in worden. En dat is wat ik hoop. Dus daarom ben ik heel erg blij met die volgers. Maar ik vind wel, als ik in het privéleven zo'n account zou hebben gehad, dan zou het me eerlijk gezegd niet zo heel erg veel boeien hoeveel volgers ik zou hebben. Want het is natuurlijk maar internet, hè. Ik vind het niet heel iets heel... je moet er gewoon niet al te veel waarde aan hechten. Misschien vind jij het wel heel belangrijk en is het altijd bij jouw doelen. Maar mijn doelen zijn eerder gewoon heel wat meer persoonlijke dingen. Zoals echt bijvoorbeeld dat mijn relatie gewoon heel goed blijft lopen. En dat alles goed gaat met mijn dochter. En dat allemaal gewoon zo blijft ontwikkelen zoals het gaat. En daar word ik gewoon heel erg blij van. Dus ja, dat is eigenlijk wel een beetje mijn eigen doel voor komend jaar. En zakelijk gezien is het lekker dit YouTube kanaal blijven volhouden. En daarom, omdat het natuurlijk ook januari is en omdat ik de laatste tijd heel erg veel vragen heb gekregen van een aantal volgers, heb ik besloten om mijn eerste Q&A op te gaan nemen. Dus dat betekent dat ik allerlei vragen ga pakken die ik in de afgelopen tijd heb gekregen in mijn mail en in mijn berichtjes. En daar heb ik nog niet zo heel erg veel mee kunnen doen, want ik kan niet altijd iedereen persoonlijk alles beantwoorden. Want dan ben ik gewoon soms best wel lang aan het e-mailen. En ik ben tussendoor natuurlijk ook nog aan het vliegen. En met mijn gezinnetje. En de video's aan het opnemen. Dus ik dacht, ik stapel het even een beetje op. En dan maak ik een Q&A video. En die plaats ik dan vrijdag. Dus die ga ik nu opnemen. En die plaats ik vrijdag. Want dit video is dus voor vandaag. En dit is eigenlijk gewoon een beetje om jullie allemaal een heel gelukkig 2017 te wensen. En te vertellen dat vanaf nu de video's elke woensdag, vrijdag en zondag komen. En dat ik gewoon heel erg hoop dat jullie allemaal willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Zodat ik jullie kan blijven motiveren. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot snel! Hello.